Wereld in Taal is een samenwerkingsverband tussen 5 Amsterdamse musea. En daarvoor zorgen ze rondleidingen en allerlei materiaal, zodat de inburgeraars ook langs de weg van beeldende kunst en de beelden sowieso hun taal kunnen verbeteren. Hun kennis van het Nederlands taal kunnen verbeteren, ook natuurlijk een fantastische manier. Nou, het Amsterdam Museum heeft speciale programma's gemaakt, omdat zo'n museum met de afbeeldingen, met de kunstvoorwerpen, is zo'n fantastische plek. En om de geschiedenis van je stad te leren kennen, waar je bent komen wonen. Maar ook omdat je beelden hebt die ondersteuning zijn van de taal. En je kunt soms veel makkelijker uitwisselen, communiceren, dingen begrijpelijk maken, als je kunt verwijzen naar de prachtige afbeeldingen die dit museum heeft. De kracht van Stad en Taal is dat mensen zich gelukkiger kunnen voelen. Dat vind ik. Door de taal en door alles wat er omheen is. Dus ook hoe de mensen geleefd hebben. Kennen jullie de Nederlandse uitdrukking ook die te maken heeft met die specerijenhandel? Als iets heel duur is? Peperduur. Yes. Peperduur. Ik leer veel dingen van Amsterdam. Veel nieuwe dingen van Amsterdam. Ik vind het bijzonder voor mij, ja. Ik kan heel veel nieuwe dingen leren. De kracht van Stad en Taal zit er denk ik in dat je die prachtige kunstwerken, de afbeeldingen die een museum kan bieden, dat je die kunt koppelen aan het onder woorden brengen in de nieuwe taal die je leert. En dat, omdat de mensen om je heen zien waar je het over hebt, dat je ook een zelfvertrouwen kunt ontwikkelen, hè, in het effect van die woorden. Ja, mensen begrijpen mij in die nieuwe taal. Het programma van Stad en Taal is opgebouwd uit 3 onderdelen. Een voorbereidende les die ze zelf op het Taalinstituut doen. Een museumbezoek van 1,5 uur en een afsluitende opdrachten die ze hier in het museum meekrijgen. Een les in het Stedelijk Museum is natuurlijk heel anders dan in de klas. Wat het Stedelijk Museum te bieden heeft is een prachtig gebouw met een rijke geschiedenis. Maar ook die objecten en die kunstwerken die hier binnen zijn. En dat zijn niet altijd schilderijen, dat kan ook een performance zijn of een beeld. En die objecten zijn de directe aanleiding om te reageren in taal. En het is een hele mooie plek om balans te vinden tussen beeldtaal en spreektaal. Of gewone taal. En de kunstwerken, objecten die prikkelen om te praten en om te reageren en te discussiëren. En dat is echt iets wat we te bieden hebben wat een klaslokaal meestal niet heeft. Welkom in het Verzetsmuseum. Wij hopen om dit jullie allemaal te vertellen en dit museum te hebben, dat je iets weet van de geschiedenis van Nederland. Welke tram heeft Amsterdam niet? Je hebt dus van 1 tot 7 en van 9 tot... Lijn 8. Lijn 8 werd in de oorlog gebruikt om daar waar een tramlijn was, mensen te vervoeren, Joodse mensen. Vanaf na de oorlog hebben de Amsterdammers gezegd, met name de tramconducteur zelf, er zal in Amsterdam nooit één lijn 8 meer rijden. Het programma bestaat uit 2 gedeelten. Eigenlijk een theoretisch gedeelte waarin ze leren omgaan met nieuwe begrippen van wie was Hitler. Er komt ook een filmpje. En ze leren begrippen kennen, schaarste, het verzet en de jodenvervolging. En hier is eigenlijk het praktische gedeelte waarin je met authentiek materiaal kan laten zien wat die schaarste betekent, hoe de jodenvervolging in elkaar stak. En wat het verzet heeft gedaan. Dus dat vult elkaar heel goed aan. Dit is mijn eerste keer hier en ik vind het heel leuk en belangrijk om
hier te zijn? Ik heb geleerd veel nieuwe woorden en de woordjes die met de oorlog en verzet bijvoorbeeld. We hebben in het museum een programma en dat heet Mooi Meegenomen. En hier kunnen cursisten die Nederlands als tweede taal volgen, een programma volgen. En de bedoeling van dit programma is dat zij het meeste aan het woord zijn. Dus dat ik een begeleider ben en probeer dingen los te maken of discussies los te maken. En dat zij aan het woord zijn en dat ze dus vanuit een hele andere omgeving dan het leslokaal kennis kunnen delen en uitwisselen. Nou, het eerste doel van Stad en Taal is natuurlijk taalverwerving. Dat mensen in de musea aan de hand van de voorwerpen, foto's, objecten, dat ze met elkaar in discussie gaan, elkaar daarover vertellen. En daarnaast willen wij, is het gewoon mooi meegenomen dat ze meer leren kennen en ontdekken van de Amsterdamse cultuur, van de geschiedenis in Nederland. En, ja, dat als geheel is Stad en Taal. Hartelijk welkom in FO, Fotografie Museum Amsterdam. Het is de bedoeling dat ik de studenten rondleid, maar dat de studenten mij eigenlijk vertellen wat zij op de foto zien. Dus wat de expositie betekent. Ik heb niet echt de rol van rondleider, maar meer van interviewer. Ik ga jullie verdelen in groepjes van twee. En elk groepje krijgt een hartje. Ik wil dat jullie met je kleine groepje een foto kiezen die jullie het allermooist vinden. Ik vind deze foto is mooi, netjes. Het is een berg met water. Hier is geen zon. Andere kant, hier is een mooie zon. Wat? Ja. Hij is mooi. En witte wolken. Jongens, jullie hebben nu heel goed gekeken naar de foto's en daar hele mooie verhalen over verteld. Nu gaan jullie zelf foto's maken en daar ook een mooi verhaal over vertellen. Je bent op een andere manier met taal bezig. Niet zozeer taal als doel, maar meer taal als middel om je expressie, je emoties te uiten. En dat is misschien secundair als je bezig bent met het voorbereiden op je staatsexamen. Maar het is zoiets diep menselijks. Ik wil heel graag alle taalinburgeraars, taalaanbieders oproepen om hun studenten, hun leerlingen echt te sturen naar een van de vijf musea met behulp van Stad en Taal. Typisch Nederlands fiets. De brood eten voor middag. Kas. Kas, eet de kas. Oud-Amsterdam kas bijvoorbeeld. Of beleging, jong beleging. Dan is hier een fiets en jullie Nederlanders zijn echt gek voor korting. Goedkope, gratis transport en iedereen gebruik. Echt Nederlands? Ja, ik vind Nederlanders heel bijzondere mensen.